Dit zijn de troetelkinderen van de nog niet zo oude veteraan motorenclub die gepresideerd wordt door de heer Harmsen, de trotse bezitter van een Simplex Fafnir uit 1911. Een 48-jarige motorfiets dus, die het nog steeds goed doet. Fonkelnieuw lijkt wel deze FN uit 1913 met 4-in-1 lijn gebouwde cilinders. Een voorloper van de scooter is deze Amerikaan van 1921, de Nera-kar, die een merkwaardige frictieversnelling heeft. Toen alle andere karretjes ook draaiden, werd gestart voor een rit langs de Vecht. Niet één van de oude beestjes bleef achter tijdens de genoeglijke tocht en daarmee werd weer eens duidelijk de kwaliteit van de antieke motor bewezen. De motorduivels en hun hakkenpoffers moesten tenslotte hun krachten meten in een behendigheidswedstrijd die natuurlijk aangepast was aan het historische karakter van deze reunie. Vandaar het onderdeel ringsteken en het verplichte hoedenummer. Waren de prestaties van sommige deelnemers bepaald slecht, bepaald goed hielden zich de oude tweewielers. Tot grote tevredenheid van hun eigenaars die weer een gezellig ouderwets motorfeestje hadden waarbij geen snelheidsrecords gebroken werden en ook geen benen. Achter een van de gevels van de Stokroosstraat in Den Haag woont de familie Schipper. Terwijl mevrouw met een vriendin een kleed zat te knopen, troffen we hier midden in de winter vader Schipper aan in de achterkamer, die maandenlang als scheepswerf was ingericht. De heer des huizes bezorgde met deze vrije tijdsbesteding zijn vrouw nogal wat ongerief. Maar daar mevrouw Schipper evenveel van zeilen houdt als haar man, mocht hij rustig zijn gang gaan met de bouw van een junojacht van 7 meter. Hij werd daarbij trouw geholpen door zijn zoontje en door een huisvriend. Zijn zoon Benny waande zich al gauw aan het roeren van het schip. Soms wilde vader Schipper bij de pakken gaan neerzitten, maar fraaie toekomstdromen hielpen hem door te zetten, ook al ging het niet altijd voor de wind. En de droom werd na 8 maanden werkelijkheid. Huugje, het oudste schippertje, onthulde de naam voordat het jacht te water ging. Wanneer het maar even mooi weer is, hijst de familie Schipper nu op de kaag de 20 kwadraatmeter zeil. Vele zonnige zeiluren kreeg deze amateurscheepsbouwer reeds terug als beloning voor een unieke vrije tijdsbesteding die hem honderden uren kostte. Wanneer het junojacht Hera zo fraai door de wind gaat, kunnen de schippers hun plezier niet op. Dat danken ze aan het uithoudingsvermogen van de man die tot zichzelf zei: doe het zelf. Om de pers en daarmee het Nederlandse volk een indruk te geven van de opbouw van het transportsysteem van de Koninklijke Landmacht, werd op een terrein bij Oorschot een demonstratie met moderne militaire voertuigen gegeven. In het geaccidenteerde terrein opereerde onder meer een artillerietrekker die de aangehaakte last kan achterlaten om alleen een zware hindernis te kunnen nemen. Met behulp van een lier kan het kanon vervolgens weer bij de trekker gebracht worden. Onze strijdkrachten streven naar typebeperking van het transportmaterieel. Deze standaardisatie kon snel geschieden dankzij de medewerking van een Nederlandse automobielfabriek. Uitzonderlijke eigenschappen heeft het nieuwe gepantserde personeelsvoertuig, de IP-408, waarmee een tirailleur of mortiergroep zich in het gevechtsterrein snel kan verplaatsen. Dit 8-wielige voertuig biedt aan 12 mannen bescherming tegen infanteriewapens van klein kaliber en tegen scherven van artillerieprojectielen. Kleine groepen kunnen met deze gevechtswagen dieper in vijandelijk gebied opereren. De IP-408 is in het bijzonder bedoeld voor infanteristen die samenwerken met de tanks. Van deze voertuigen die 90 km per uur kunnen halen, zijn er 5 in bestelling. Meneer, denkt u erom? U bent boven de 50. Dat klopt. En toen ging Max Tailleur, die juist 50 jaar was geworden, naar zijn huis in Amsterdam aan de Amstelkade.
Onder een aan hem gewijd portret van Eppo Douve stonden de verjaarscadeaus uitgestald, waaronder een speculaas Abraham. Onze nationale moppetapper was bijzonder in zijn nopjes met een aardbol die hem deed terugdenken aan zijn grote reizen, waarin onder andere een optreden in de Verenigde Staten was opgenomen. Dat werd georganiseerd door een andere Max, die even uit Amerika was overgewipt. Max Tak. Hallo Max. Van harte gefeliciteerd. Oh, fijn dat je gekomen bent, Max. Nou, dat weet je dan zo graag. Vertel eens, Max, heb je hem al gezien? Wie? Abraham. Abraham? Ja. Ik zie nooit anders dan Abraham en ik ken hem op van Abraham. Nee, nee, nee. Oh. Bram heeft een dierenhandel. Komt een man bij binnen die zegt, heeft u voor mij een mooie papegaai die spreekt? Zeg maar, nee, dat heb ik niet. Maar ik heb wel een zeldzame. Die legt vierkante eieren. Zat hij maar, ja, dat is wel buitengewoon, maar spreekt hij helemaal niet. Toen zei Bram, dat is overdreven. Af en toe dan zegt hij, oh.